Vincent, hoe is het om voor de vierde keer achter elkaar een beetje op eenzelfde soort manier te verliezen? Ja, bitter. We zijn heel erg op zoek naar 3 punten. Ik denk dat je dat ook wel ziet aan de jongens, aan de gretigheid, zeker in de tweede helft. Ja, vliegen we er in principe over, moet je hopen dat hij een keer binnenvalt. Doet hij niet, maar ja, soms heb je van die periodes dat eventjes niet mee zit. Is het dan ook een beetje een mentaal dingetje? Ik denk dat het bij de jongens na een aantal wedstrijden, ja, natuurlijk gaat het een beetje in je hoofd spelen. Ik vind wel, als profvoetballer moet je dat wel uit je hoofd kunnen zetten en zodra je op het veld staat moet dat kopje gewoon leeg zijn. Alleen, het moet nu een keertje de goede kant op. Is dat, want de FC Dordt leek na rust wel even, een kwartier, 20 minuten best wel, wat meer energie te leveren ook of zo. Maar had je dan ook het gevoel dat het daarna het geloof een beetje weg was? Nee, dat heb ik niet gehad, dat het geloof weg was. Ja, het is natuurlijk een kleine achterstand en dat kan altijd weer goed vallen. Alleen wat ik net al zei, je moet een beetje geluk hebben dat hij, dan hoop je dat hij binnen 20 minuutjes al valt. Viel hij niet, maar dan blijf je op een, je blijft gas geven, alleen de kansen werden steeds minder, dus dan blijft het lastig. Ja, wat is dat aanvallende nou van FC Dordt in de laatste weken? Want je komt wel vaak eigenlijk tot een meter of 30 van het doel en daarna lijkt het dan wel een beetje op te zijn of zo. Ja, ik denk dat we beter met de laatste paas om moeten gaan, zeg maar. En wat cijferde daar, misschien wat langer wachten tot die paas proberen te geven. Maar ook vooral soms meer diepte loopacties zodat je ruimte strekt voor iemand anders. In het algemeen kom je eigenlijk nog best rustig over. Ik kan me ook voorstellen dat je heel pissig bent na zo'n nederlaag. Ja, ik ben ook behoorlijk pissig. Alleen je kan de hele tijd mee gaan zitten. En nu ook in de kleedkamer is een en ander gezegd. En daarna moet je ook wel weer verder naar de volgende. Want je hebt maar een week en dan moet je alweer spelen. Wat wordt er dan in de kleedkamer gezegd zo vlak na afloop? Ja, vooral dat we 19 staan en dat het beter moet. En zeker met de groepen en de kwaliteiten die we hebben, moet dat ook kunnen. En ik heb vertrouwen erin dat dat nog goed gaat komen. Ja, want FC Dordt heeft als doel gesteld om wel wat stapjes te zetten. Wat zijn daarin net de ontbrekende factoren? Ja, soms iets meer geluk hebben, denk ik. En ook gewoon, het is lastig altijd om natuurlijk de vinger op de juiste plek te leggen. Alleen daar zijn we druk mee bezig om dat te vinden en op te lossen.